Dat doen we nog steeds niet, hè? Nee. Hele goedenavond. Welkom bij Earth Matters TV. Dit is Crowdpower en mijn naam is Arjan Bos. En mijn naam is Martijn van Staveren. Ook heel hartelijk welkom vanavond bij deze uitzending van Earth Matters TV vanuit de studio in Haren. Ja, dat zeg ik er even bij. Ik kreeg laatst een vraag van iemand die zegt, van waar uitzenden jullie eigenlijk uit? Nou, vanuit Haren, een dorpje onder Groningen, onder de stad Groningen. Welkom. Ja, superleuk. Dit is hier, de biotoop is een, misschien wel leuk om even iets over te vertellen. Dat is een grote creatieve broedplaats. Het is een oude, de oude faculteit van de RUG, van de biologische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. En die heeft 600 lokalen. En met een groot auditorium en een grote tuinen. En er wonen nu ongeveer 250 mensen en er zijn 100 bedrijfjes en ateliers. Mm. En wij hebben ongeveer 250 vierkante meter hier, 11 kantoren. En waaronder een studio die wij binnenkort gaan verplaatsen. Nou, leuk, dat belooft wat. Ik denk dat ik tijdens die verhuizing trouwens niet aanwezig ben. ja, zoals gezegd, van harte welkom. We maken er weer een hele mooie uitzending van met elkaar. En ja, het is een interactieve uitzending, net als vorige keer. Ja. We hebben wat vragen hier liggen. We hebben vorige keer nog niet alles kunnen behandelen, uiteraard. Vandaag ook weer de mogelijkheid om zelf in te zenden. En nou, voel je vrij om alle vragen, informaties, wat je zelf ook wilt delen, nou, naar voren te brengen. Ja, we hebben hele mooie reacties gehad. Dus na de vorige uitzending, we hebben hele enthousiaste reacties gehad. Ook weer allerlei vragen. Dus we hebben ook weer een groot gedeelte daarvan. Die gaan we vandaag behandelen. Mm-hmm. En als je tijdens de uitzending nog denkt van, goh, dat zou ik ook willen vragen, dan feel free. De eerste vraag is van Annemieke. Die zegt van, goh, in hoeverre hebben de mensen die hun aardse lichaam hebben verlaten ook baat bij deze fantastische inzichten die je met ons deelt? En wat kan hun aandeel zijn in dit proces? Ja. Ja. Nou, dat is op zich een hele mooie vraag. Het haakt natuurlijk in op de onderwerpen waar we met elkaar over spreken. En dan met name ook over de matrixlagen, hè, de verschillende lagen van realiteit. De lagen waarin heel veel vrijheid is, maar ook de lagen waar vrijheid wordt gesimuleerd en ons als een koekje wordt voorgehouden, als het ware, in het evolutieproces waar de mensheid in zit. Dat in relatie tot buitenaards contact en onze aardse samenleving. Ja, dus wat heeft dat te betekenen, al die lagen, voor de mensen die hun aardse lichaam hebben verlaten? En dan denk ik dat Annemieke bedoelt hier als je overleden bent. Dat denk ik ook. Dat vermoeden heb ik. Ja. Er zijn natuurlijk ook mensen die hun aardse lichaam verlaten en niet overlijden en gewoon heerlijk reizen. En dus dat kan van alles betekenen. Ja, dat is gelijk een met de deur in huis vallen. Van dik hout zagen mijn planken. We hadden niet een andere vraag. Nee, ik heb geprobeerd om zachtjes in te steken, maar het was alleen maar hele diepe vragen. Ja. Kijk, alles wat we hier op de aarde meemaken op dit moment, dat speelt zich natuurlijk in een best wel complexe situatie af, waarin de mensheid geneigd is de realiteit te aanvaarden en te zien als de realiteit die van oorsprong onze realiteit is. Dus ook binnen het verhaal van onze realiteit waarin wij dus nu leven, waarin we thuis ook zitten te kijken of op werk naar deze uitzending, geldt in principe deze realiteit voor alle wezens en alle bewustzijnsvelden die ook uit het lichaam zijn gegaan. Want iedereen zal deze realiteit zien vanuit de visie dat het een soort droomstaat is.
Dus de mensen die overlijden, die vanaf ons point of view overlijden die mensen. Zitten we zelf in dat bewustzijnsveld van overlijden, dan zullen wij na het overlijden, zullen we deze realiteit direct zien als een droomstaat. Die ook weer een onderdeel is van een groter bewustzijnsveld. Dus de mensen die overgegaan zijn, zoals we dat gaan noemen, zijn niets anders dan wakker geworden uit dit hologram. En worden dus ook wakker in een realiteit die wij vaak hebben genoemd als hemel. En in die realiteit zijn de mensen zich ook bewust van het feit dat dat dus niet de realiteit is waar het allemaal om gaat. Maar dat het een soort tussenstation is naar een nog veel grotere werkelijkheid. En dat is waar we hier met elkaar over spreken. Dus hoe die andere mensen dat, of ze er ook voordeel bij kunnen hebben, zeker. Want hoe meer je zaken bespreekt, hè, hoe meer we dit openmaken met elkaar, hoe meer je vanuit je persoonlijkheid je ook voorbereidt op een moment waarin je deze kennis hier meeneemt naar daar. Ja. Het is niet zo dat als je je persoonlijkheid intact laat en je gaat bijvoorbeeld helemaal in een spirituele of een religieuze richting ga je over naar een andere realiteit, dat je dan de kennis die in die thuiswereld aanwezig is zomaar tot je kunt nemen. Het kan best zijn dat je verkleeft aan je persoonlijkheid en daarom is het ook zo belangrijk om alle informatie gewoon met elkaar te bespreken. En ja, dus bij de natuurvolk is het ook zo dat ze zien meer de droomstaat als de echte staat. En die zien het wakkere bewustzijn, wat wij het wakkere bewustzijn noemen, meer als een droomstaat. Mm-hmm. Heeft dat nog overlap met elkaar, de droomstaat en de, wat wij de dood noemen? Ja, kijk, er is een vijfdimensionaal bewustzijnsveld van de mensheid. De mensheid wie wij zijn, dus de hele collectieve beschaving op zich, bevindt zich in een vijfdimensionaal bewustzijnsraster. In dat raster is er een invasie gaande in het neurologisch systeem van die wezens, wie wij zijn. In die realiteit wordt er een kloonprogramma gedraaid van wie wij zijn, waar in die kloon onze gewaarzijn, dus ons bewustzijn, gekoppeld wordt door die technologie, waardoor wij in die vierde dimensie, dat is het vierde rijk, deze derde dimensie, de derde rijk, ervaren. Voordat wij deze realiteit ervaren, wordt die dimensionale schil opgedeeld in 8 lagen. En dat zijn 8 lagen die ook allemaal verschillende kleuren hebben en ook allemaal andere operationele bezetters hebben. Die zijn gelinkt aan alle chakra's? En die zijn gelinkt aan alle chakra's. En één daarvan is dus de realiteit zoals wij die ervaren als droomstaat. En op het moment dat je uit deze realiteit kunt stappen, waar we nu in zitten, mm-hmm. Dat is het 8e veld. En dat is ook een argontisch veld. Die zeker ook vrijheid kent, maar binnen de kaders van wat zij willen dat wij ervaren als vrijheid, is het voor ons vrijheid. Maar gaan we naar ons grote vermogen, zullen we nog eens een keer onze ogen wrijven van hoe hebben we dit ooit als vrijheid kunnen ervaren. Maar dus als je kijkt naar die natuurvolkeren, ja, die hebben dus die zien dat achterstevoren. Of beter gezegd, ze zien dat in een veel groter perspectief. Dus heeft ook zeker verbinding met elkaar. Maar het is nog steeds een onderdeeltje van een veel groter realiteitsprogramma. Mm-hmm. Dus we spreken over de matrix. En de matrix is niet alleen maar gelaagd boven elkaar, om het maar even van boven naar beneden uit te drukken. Maar de matrix is ook gelaagd naast elkaar. Dus je hebt een vijfdimensionaal bewustzijn waar de val van een veel groter circuit uiteindelijk gestopt is. Mm-hmm. En in die stop loopt er een invoeging in ons bewustzijnsveld, collectief. En in die invoeging is een operationele filtratie aan de gang die uit 8 schillen bestaat. En die 8 schillen die beïnvloeden elkaar. En die 8 schillen hebben ook allemaal andere parallele realiteiten. En zo worden hier op aarde dus ook collectieve programma's, wereldwijde controleprogramma's gestuurd vanuit die andere lagen. En dan spreek ik dus niet alleen over het geldsysteem, dan spreek ik niet alleen over de gezondheidszorg, over de voedingindustrie, militaire industrie en inlichtingendiensten, maar ik spreek ook over religieuze achtergronden, sectarische gronden, New Age en spiritualiteit. Mm-hmm. Alles wordt geïnstrueerd vanuit die andere rijken. Okay. Daarom is het ook zo belangrijk om alle informatie van buitenaf, om die gewoon staande te brengen, tot stilstand te brengen en je eigen oorspronkelijke kracht te voelen. En dat kan alleen maar door helemaal in die rust te gaan. En natuurvolkeren weten dat. Als je daar dieper in gesprek over gaat, mm-hmm. Dan zullen ze dat ook beter kunnen uitleggen. Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. En is het dan ook zo dat je... Ik krijg wel dorst altijd van het praten, hoor. Nou. Is het dan ook zo dat je in dit leven het meest kunt leren? Of kun je ook, hè, want dat is een beetje de vraag ook van, goh, hebben mensen die hun aardse lichaam hebben verlaten, die dood zijn, kunnen die ook nog leren? Of hebben die ook nog wat aan dit soort informatie? Kunnen ze wakker worden? Kunnen ze daar ook wakker worden in iets?
Ja, er zijn verschillende realiteiten. En dat is natuurlijk ook het interessante, waardoor ook heel veel misverstanden ontstaan. Mensen vanuit een bepaalde positie de situatie aanschouwen. De vraag is altijd, vanuit welke laag wordt de vraag ook gesteld? Mm-hmm. Dus op het moment dat je praat over mensen die hun aardse lichaam hebben verlaten, hebben die ook baat met deze fantastische inzichten? Is dat die vraag gesteld vanuit het punt waar wij nu zitten? Of is dat de vraag vanuit de plek waar zij zijn? En als het dat laatste geval is, als ze dus naar de hemel zijn, of naar de tussenwereld, zoals ik het in mijn termen beschrijf, mm-hmm. met bepaalde redenen, dan is het zo dat, dat de inzichten die zij hebben mee hebben genomen vanuit het hier en nu, in feite al bij hen aanwezig waren, voordat dit leven begon. Want dit leven wat wij ervaren als een geboorte en een sterfproces, is niets anders dan een holografische insertie, een invoeging, een programma, die door ons vijfdimensionaal bewustzijnsveld heen loopt, en door een soort holografisch programma, wat afgetapt wordt uit die vijfde dimensie, in ons bewustzijn wordt ingevoegd wat wij aannemen als de realiteit. En dat kan ook alleen maar doordat heel veel krachten van ons zijn gedeactiveerd. Dus de vraag is dan, wat is dan geboren worden en wat is sterven? En ik denk dat het belangrijkste is om te beseffen dat wij scheppende wezens zijn van een onvoorstelbaar grote kracht. Wij bezielen en belichamen daarbij elke situatie. En als je dan kijkt, als je spreekt over de dood. Nou, laten we nou de situatie met dood, leven en een droom. En ook nog even met dit natuurwezen erbij pakken in relatie tot de vraag van Annemieke. Dan zou je kunnen zeggen dat een droom, wat wij ervaren, als we een droom hebben. We dromen iets heel bijzonders, iets heel moois. We dromen bijvoorbeeld dat we kunnen vliegen. Uh-huh. En dat we, nadat we hebben gevlogen, dat we bij een boom landen en we doen onze hand in de boomschors en we proeven de honing en we voelen vrijheid en gelukzaligheid. Nou, net op het moment dat je ervan begint te genieten, stopt je droom omdat de vrachtwagen de container leegt. Op het moment dat je je bewust bent van, jemig, dat was een interessante droom. Op dat moment voel je ook wat je net aan het voelen was in die droom, die vrijheid, het vliegen. Maar je voelt ook en proeft en herinnert die smaak van die honing. Ja. Dus alles wat je in die droomsituatie, in dat andere bewustzijnsveld net hebt ervaren, wordt dus ook in je bewustzijn opgeslagen, lokaal. Dus ook in je fysieke hersenen. Dus de vraag is maar net van, is deze situatie waar wij dan in zitten ook zo'n droomstaat? Ja. En is een droomstaat dat wij nu als droomstaat zien, dan misschien wel net zo grote werkelijkheid als de werkelijkheid waarin wij nu zitten. En als dat allemaal zo zou zijn, stelt dus allemaal ja, ja, ja. En al die acht lagen zijn ja, ja, ja. Dan is de vraag van, is ons fysieke brein dan een soort schakelcircuit tussen die acht verschillende dimensionale lagen en het vijfdimensionale bewustzijnsveld? En als dat zo is, dan is het van buitengewoon belangrijk om te onderzoeken waarom we maar gemiddeld 6% van onze hersenen gebruiken, hoe dat dan komt en hoe de toegangspoort kan zijn terug naar dat vijfdimensionale bewustzijnsveld waar zich dit, waar wij nu in zitten, afspeelt. Uh-huh. Dus het is heel complex, maar eigenlijk is het ook wel weer heel simpel. En als je dan zegt van, goh, hè, eigenlijk was alle informatie al aanwezig voordat je geboren werd en dezelfde informatie als dat je doodgaat, dan zou je kunnen zeggen dat dat de illusie van evolutie of involutie, net zo lang hoe je er tegenaan kijkt, en dat dat een illusie is, zeg maar. Ja. Dat je als ziel iets leert. Maar we moeten wel leren om weer terug te gaan naar de oorsprong. Precies. In feite is die vijfdimensionale invoeging, die holografische insertie, de invoeging van werkelijkheid, wat wij nu ervaren als werkelijkheid, is een poging die tot nu toe nog steeds gewoon goed loopt, door krachten die heel goed begrijpen dat wij hele speciale wezens zijn waar boven het hemelse gebeuren nog een veel grotere bewustzijnsveld gloort. Mm-hmm. En als je dat dan puur bekijkt naar van keuzes of geen keuzes maken om hier geboren te worden, ja, de mensheid kiest zelf om op een gegeven moment in een bewustzijnsveld terecht te komen wat gezien wordt in het vijfdimensionale circuit als een droomstaat van controle. En massaal willen we daar wel heen. Mm-hmm. Omdat wij het voornemen hebben om die controlelaag op te lossen. Om door dat te belichamen, door ons gevoelsbewustzijn daarin te brengen en ons helemaal los te maken van alles wat daar geldt aan legitieme of niet legitieme redenen van religie, New Age, spiritualiteit of atheïsme, maakt ook niks uit. Mm-hmm. Om onszelf daarin te vinden. En in het moment dat we daarin wakker worden, in dat bewustzijn, ervaren we dat als een geboorte.
En terwijl we daarin wakker worden, zitten we gelijk vast aan alle referentiepunten, gelijk van onze ouders, van de voorouders, van het collectieve bewustzijnsveld, van de inserties van de Anunnaki die dit initiëren. Althans geïnitieerd hebben, op dit moment niet meer initiëren, maar wel in werking hebben gezet. En dan is de vraag maar net van, ja, wat kom je hier dan doen? En is datgene van wat je denkt dat je hier komt doen, ook werkelijk wat je hier komt doen, of word je afgeleid om te zorgen dat je niet weet wat je komt doen? Dus de vraag is maar net van, is het hele gebeuren een vrijwillig proces, ja of nee? En in deze laag is het wel vrijwillig, maar wat we nu doen is niet dat stuk wat we denken dat we hier zouden komen doen. Nou, dat is een mooi opwarmertje. Ja, mooi opwarmertje. Ja. Nou, maar het nodigt wel heel veel uit. Ja, want er zijn natuurlijk heel veel meningen over. We hebben zoveel aannames en zoveel zaken tot ons gekregen, dat het verrekte lastig is om iets wat, nou ja, wat ik naar voren breng, is dan in mijn vorm misschien wel totaal anders dan wat ik werkelijk bedoel. Ja, want het is maar net de woorden die dienen de vertaling dan te zijn, maar het gaat om het gevoelsbewustzijn. Het is natuurlijk maar de vraag of het klopt met wat wij allemaal tot nu toe denken en wat we ook voelen van binnen. Dat is zo ontzettend belangrijk. Mm-hmm. Dus het hele script van waar de mensheid nu in zit is zo ontzettend sterk en dichtgetimmerd dat alles wat daarmee te maken heeft een vraagteken behoeft. Ja. He, dus ook, en dat is ook waar ik gewoon vrijuit over spreek, ook over de buitenaardse contacten die er wereldwijd zijn. Mm-hmm. Het hele scenario van buitenaardse kwesties en interdimensionale realiteiten. Of dat werkelijk die werkelijkheid is wat wij er op dit moment aan geven. Of dat er een diepliggende reden is waarom buitenaardse familieleden, beschavingen die ons zeer welwillend ten dienste staan, of ze een bepaalde agenda hebben, een reden, beter gezegd, dat klinkt wat liever, een specifieke reden hebben om het juist heel erg buiten deze matrix van controle te blijven. Hè, want als dat zo zou zijn, dan betekent dat ook weer een diepgaande onderzoek van waarom blijven ze daar dan buiten? En als wij dan kijken naar de natuurvolken en we kijken naar het overlijden, het geboorte- en stervingsproces, dan pakken we eigenlijk alles op basis van wat we ooit hebben geleerd. Dus we hebben een totaal nieuwe, compleet schone format nodig waarin alles wat we tot nu toe hebben geleerd ook los durven laten. Ja. En dat is misschien wel een van de grootste uitdagingen voor de mens. Want er komt er nogal wat naar boven toe aan complexen, wat we hebben opgelopen. Ja. Ja? Een vraag van Marianne, die haakt erop aan. Die zegt van, ik heb heel veel ervaring met inserties. En heb hiervoor vele jaren, vanaf eind jaren 90 tot en met vorig jaar aan gewerkt. Mijn vragen zijn inserties onverwerkte trauma's van mensen die zijn overleden en die door niet welwillende krachten bij andere mensen worden ingevoegd? Wanneer worden deze inserties ingevoegd? En kies je als ziel voordat je wordt geboren voor deze inserties? Ja. Zijn inserties onverwerkte trauma's van mensen die zijn overleden en die door niet welwillende krachten bij andere mensen worden ingevoegd? Nee. Het is wel zo dat de niet welwillende krachten heel erg veel profijt hebben bij het feit dat die inserties, in dit geval als het hologrambewustzijn, dat die van de ene, het ene bewustzijnsveld overgedragen wordt op een ander bewustzijnsveld. En dat is een gegeven wat ook voortkomt uit onze oorspronkelijkheid. In de thuiswereld, de werkelijke aarde, mm-hmm. Waarin alles vanuit een enorm prachtige, mooie, gigantisch groot scheppingsplan goed geregeld is, waarin wij alleen maar vanuit dienstbaarheid en vanuit liefde met elkaar werken, waar we echt geen winkels hebben, waar wel plekken zijn waar je iets kunt ophalen, maar met een heel andere format erachter. En vanuit die realiteit is alles holografisch in een lichtveld aan elkaar gekoppeld. In een enorm grote constructie is alles, dus kinderen die in die wereld binnenkomen, zitten gekoppeld, worden eigenlijk al gedragen in het baarmoedervlak van de moeder. Mm-hmm. En worden ook gedragen in het veld hier, wat ik hier aanwijs, bij de vader. Dat is heel bijzonder. Ja. Dus op twee plekken wordt het kindbewustzijn gedragen. Op meer plekken dan twee, maar dat zijn de twee hoofdplekken. En dat zijn bewustzijnsvelden van de vader en de moeder. En op het moment dat iemand komt te overlijden, dan ook op deze planeet waar wij hier nu leven, want dat is niet iets wat ze kunnen herprogrammeren, want dat zit in ons bewustzijn gekoppeld. Dus ook al is ons bewustzijn in een holografisch programma geduwd, mm-hmm. dragen wij dat nog steeds in ons. Is het zo dat op het moment dat iemand anders overlijdt, stel je je moeder of je vader komt te overlijden, mm-hmm. En je bent verbonden, het kan ook een broer of een zus zijn of een tante, het zit in elkaar vervloeid in een netwerk, kan het zo zijn dat als je je daar niet bewust van bent, dat hologrambewustzijn van de één, zo in een deel van de één in jou terecht kan komen. Mm. En er zijn natuurlijk ook heel veel verschillende voorbeelden voor op te noemen, mensen die bij het overlijden van hun moeder aanwezig zijn en ineens voelen van, nou, mama gaat.
En ik krijg me toch een golf van energie door me heen. En dan is het maar net in dat moment of jij zoveel van jezelf houdt, dat je het besluit neemt, nee, ik blijf in mijn soevereine, autonome kracht staan. En wat mama heeft meegemaakt is prachtig mooi en ze zit in mijn hart, maar die energie sta ik niet toe. Ik geef daar geen toestemming voor. Nou, en als je dan kijkt naar die andere niet welwillende krachten, die rekenen op de naïviteit en de onwetendheid van de mens, dat ze het niet eens überhaupt weet dat dit gebeurt, waarmee trauma's die opgedaan zijn door voorouderlijke historische programma's, maar ook planetaire trauma's, trauma's uit het DNA, maar ook trauma's uit andere programma's, andere levens, dat die dus van de een doorgevoegd worden naar de ander. Ja? Dus okay, zo kan het zijn dat jouw overgrootkinderen met diepliggende processen van 5 generaties geleden uit het hologramprogramma rondloopt. Dus daar zitten hele diepliggende lagen in. En ja, weet je, de kracht van de mens, en dat is ook wat ons zo bijzonder maakt en waar de mensheid ook door wordt opgeroepen door andere beschavingen, om alles weg te halen en helemaal terug te gaan in het eigen besluitvaardigheid. Okay. En daar liggen diepliggende gevoelens onder, gevoelens die vanuit daadkracht neergezet mogen worden en vanuit die daadkracht ook kunnen worden veranderd. En het is niet van buitenaf, maar wij dienen dat zelf te doen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met die inserties, met die invoeging, of tenminste die hologrambewustzijn. Ja. Een andere vraag, en kies je als ziel voordat je wordt geboren voor deze inserties? Nee, daar kies je niet voor. Absoluut niet. Want die hologrambewustzijnsvelden die doorgegeven worden, dat is vanuit de oorspronkelijke wereld, komt dat voort. Maar daar in de oorspronkelijke wereld is geen trauma. Daar is geen controle. Daar is alleen maar vrijheid en een volledig gigantisch explorerend onderzoeksveld. Een onderzoeksveld, dus dubbelop. Pleonasme, geloof ik, noemen ze dat. En dat hebben wij hier niet. Wij hebben hier die dienstbaarheid niet. Uitsluitend. Hier gaan we gebukt in allerlei controlemechanismen. Dus de mensheid heeft trauma's. En in dit veld waarin we nu zitten, worden niet alleen maar die dienstbare velden aan elkaar doorgegeven, maar heel veel trauma's. Nou, en heel veel van het bewustzijnsveld van de aarde waar wij nu zijn, is een getraumatiseerd veld. Dus we geven trauma's aan elkaar door. Dus we hebben niet gekozen om die rommel aan elkaar door te geven. Maar het is een logisch gevolg van het feit van onze oorsprong dat wij die techniek zijn en dat wij dat niet weten. Okay. Dus wat je niet weet, kun je ook niet stoppen. Nee. En jij spreekt hier met heel veel precisie over, hè? En waar ik ook wel benieuwd naar ben, is hoe je of je dat zelf een aantal dingen van hebt doorleefd en gezien en meegemaakt. Of dat je op het moment dat zo'n vraag komt, zie je dan bepaalde beelden of iets dergelijks voor je? Hoe gaat dat bij jou? Mag je dan nou, vragen? Ja, zeker. Het eerste antwoord dat je er zelf op geeft is sowieso altijd. Omdat ik alleen spreek uit de ervaringen. Ja. Als ik iets niet heb ervaren, dan zeg ik het er ook bij, want dan is het voor mij een hypothetische situatie, want dat weet ik niet. Net als dat dit wat ik vertel ook een hypothetische situatie is voor jou en voor de mensen thuis, want het is niet valideerbaar. Precies. Dus sowieso, maar voor mij is het, ik spreek altijd uit eigen ervaring. Dus ik heb van kinds af aan, ik heb aan de informatie in me zitten, net als iedereen, maar ik kan er misschien wat makkelijker bij komen. Ik heb dat meegenomen in dit stukje, maar ik kan het ook zien. En als kind zag ik zo ontzettend veel wat niet klopte met wat we hier als werkelijkheid ervaren. Ik zag dus letterlijk en zie dat nog bewustzijnsvelden waar de mensen naar binnen dringen. Maar ik zie ook de velden van kracht, dus de hologrammen en ook de symboliek, de symbolen, de glyfs die erin zitten, zie ik ook trillen. En dat wil niet zeggen dat ik het alleen maar zie met mijn hoofd, met mijn ogen, want dat is niet zo vaak aan de orde. Het wordt omgezet in een vibratie wat mijn fysieke hersenen omzetten in een beeld, wat ik heel goed begrijp wat dat is. Ja, ik bedoel, wij zitten hier aan een tafel en jullie zien ons thuis zitten. En we hoeven jullie niet uit te leggen, wij zitten hier en jullie zien ons, dus wij zijn er. He, dus dat is het automatisme, ook het zien en het voelen van dat iets zo is op basis van je eigen ervaring. En die hologrambewustzijnsveld, die kan ik zien. En ook daardoor zie ik ook verbindingen tussen andere beschavingen, anders dan de mens hier op aarde, die veel dieper liggen dan alleen maar dat ze ons hier komen bezoeken om te zeggen van jullie gaan het redden en wij komen de kabal uitschakelen. Er liggen veel diepere lagen achter, veel diepere lijnen en dat zie ik. Uh-huh. En ik zal niet zeggen dat het makkelijk is. Ik praat er ook bijna nooit zo over, omdat het niet belangrijk is. Het zou kunnen toe neigen dat je daardoor een bepaalde
ja, bijzonderheid hebt. En ik zeg altijd van ja, dat klopt, het is bijzonder. Mm-hmm. Het is bijzonder dat we het niet meer weten. En het is niet bijzonder precies. Dat ik het wel weet, maar ja. Het is gewoon iets wel wat af en toe eens naar voren mag komen, maar niet te groot. Dat hoeft niet. Ja. Maar inderdaad, het zijn mijn eigen ervaringen. En daarna was je een tweede optie. En dat was of ik er beelden bij binnenkrijg. Ja, als het soms... En dan kan ik me ook voorstellen hoe dat dan zo gaat. Ook bij als er een vraag gesteld wordt, dat je dan... Dat lees ik wel eens bij helderzienden die dat dan krijgen. Of, is dat bij jou ook zo? Dat kan gebeuren. Dat is niet per definitie zo. Want ik heb geen knop daarvoor die ik indruk. Maar als mensen... Als de energie zo is, als de intentie van de mensen is dat ze iets willen weten en ze stellen zich ook open, dus zonder dat het voorwaardelijk en alles is, dan kan die energie gewoon binnenkomen. Dan is dat niet zo dat ik een helderziend beeld heb. Want voor mij is helderziendheid iets heel vaags. Mm. Alsof dit niet vaag is waar ik het over heb. Hè? Want ik begrijp heel goed dat het aan de ene kant natuurlijk ook weer een contradictie is. Ik kan het beter technologisch omschrijven. Het is een realiteit die ik ofwel buiten extern, buiten mezelf zie. Ja, zo kan ik het beste zeggen. Ik moet ook eventjes invoelen hoe ik dat vertaal naar woorden. Mm-hmm. Hè? Dus het zijn verschillende realiteiten. Ik kan het door deze realiteit heen waarnemen. Kan ik het gewoon zien, mm-hmm. letterlijk. Maar het kan ook zijn dat het geprojecteerd wordt, maar het is geen projectie, dat ik het zie in mijn hoofd. Maar dat zie ik dan scherper als deze realiteit. En dat, sommige mensen noemen dat remote viewing. Dat is dat je reist met je bewustzijn ergens anders heen. Maar het is in wezen net andersom, want je reist niet met je bewustzijn buiten je lichaam. Het is zo dat je de matrix om je heen naar binnen toe haalt, dat je die belichaamt. En dan is het dus dat ik het zie van binnen. En dat kan wel eens heel schokkend en heftig, maar ook heel prachtig en mooi zijn. Ja. En dus dat gebeurt ook. Ja. En dat is niet altijd even makkelijk natuurlijk. Nee, dat geloof ik graag. Dat geloof ik graag. Nou, in ieder geval fijn dat je daar even een stukje over hebt willen delen. Trudy, die stelde een vraag bij de film die je op de site hebt van Dragon Age. En dan zeg je dat het groene licht van Agonte is. Misschien dat we daar even naar kunnen gaan kijken met z'n allen. Dat is leuk. Kan de regie de Dragon Age even aanzetten? Mooi, hè?
Heel mooi. Prachtige ja. muziek ook. Ja, er is zoveel symboliek op de wereld. En symboliek wordt natuurlijk gedragen door de kracht van wie wij zijn. In wat we erbij kunnen voelen. Hè? Nou ja, Trudy vraagt, ik zeg dat, of ik schrijf daarbij, dat het groene licht van de Argont is. Hoe zit dat? Ja, dat is een hele mooie hoeveel tijd hebben. Kijk, wat hier gebeurt in dit filmpje, en dat is gewoon heel belangrijk om dat wel op te noemen, is, er is iets gebeurd met het bewustzijnsveld van de oorspronkelijke planeet Aarde. Een aarde waar we onszelf voorzien in alles wat we doen. Mm-hmm. Volledige legitieme houders zijn van het energieveld. Vanuit het principe dat de aarde ook gecreëerd is, onder andere voor de mens, in relatie tot alles waar de mens contact mee heeft. Positief, negatief, maakt helemaal niks uit, dat bestaat niet. Die aarde is een bibliotheek van ongelooflijk veel scheppingsprogramma's. En dus onvoorstelbaar veel beschavingen hebben meegedragen tot het opzetten van deze prachtige realiteit, deze prachtige mooie, niet deze waar we nu zitten, want dit is een kloon van de oorspronkelijke wereld, waarin de scheppingskracht van het vrouwelijke bewustzijn, en daarbij dient aangemerkt wordt dat dat niet het vrouwelijke bewustzijn is in de vorm van een vrouw, zoals veel mensen dat denken, ja, er worden heel veel vrouwenplaatjes gebruikt. Mensen willen heel neurotisch het vrouwelijke bewustzijn uitbeelden in een vrouw, terwijl dat net zo goed kan in een man, hè? Dat zijn allemaal gedachten en gevoelens achter. Het vrouwelijke. Het vrouwelijke. Het gaat dus om het scheppingsvermogen. Je hebt de interne en externe realiteit. En het vrouwelijke stuk, dat is dus de interne realiteit waarin alles ontstaat vanuit een gevoelsbewustzijn, zonder te hoeven denken. Het innerlijk universum, dat is gekaapt. Het is opengebroken. Dus de broncodes van de oorspronkelijke mens zijn geïnvaseerd geraakt door een ras, wat wij dus eventjes simpel gezegd kunnen uitdrukken als een draconisch ras. En het draconisch ras ziet eruit als een buitengewoon krachtig, negatief en gigantisch grote alliantie die zijn weerga niet kent, die alom in het universum bekend is. En dat draconische ras is ontstaan doordat argontische microben, dat is een kunstmatige intelligentie die ontwikkeld is in een bepaalde tijdspanne door de oorspronkelijke mens zelf. Dat speelt heel wat af, onze verantwoordelijkheid. Black Goo? Precies, dat de Black Goo is een ultieme uitvloeisel in deze realiteit van die artificial intelligence. En het vrouwelijke gedeelte, dus de aarde, het scheppingsvermogen, is gekaapt. En binnen dat stuk van die kaping is er een groen veld binnengebracht, hè? Want dat is wat Trudy ook naar voren brengt. Wat is dat dan? En dat is het veld bewustzijn wat in die 432 megahertz zich afspeelt. Dus in de kracht van creatie, dus in de muziek, in de toonfrequenties, mm-hmm. lopen dissonante frequenties doorheen, waardoor de hele muziek, de hele frequentie van geluid, de hele klank, de harmonische toon, is verschoven. Dus de mensheid, wij horen dus op dit moment ook niet meer de geluiden zoals we het zouden kunnen horen. Dus het menselijk bewustzijn, het vrouwelijke is verstoord. Het argontische loopt door het gemoedsveld heen van kracht en creatie. Dus het achtste veld, dat is het groene veld van de kleur 8. Wij noemen het hartchakra. Ja. Maar dat is voortgekomen uit het veld van de groene energie van de argonten. Of sorry, van de draconiërs. En daarbij staat de viool in het filmpje staat centraal als de oorspronkelijke vibratie van het vrouwelijke, om die frequentie terug te brengen in het veld van waar dus de kaping heeft plaatsgevonden van het menselijk bewustzijn. En je ziet die mevrouw ook prachtig mooi als vrouwelijk wezen, in het geval als vrouwelijke energie, die viool spelen. En daar komen dus die oorspronkelijke die oorspronkelijke klanken, die akoestische klanken, die alleen maar kunnen ontstaan vanuit de kracht van het bewustzijn van voelen, van zuiver voelen, zonder kaders, komen naar voren en verjagen uiteindelijk ook de draconische wezen uit dit veld. En je ziet ook dat die dimensie dus sluit met een enorm groen veld, waarbij de kleur die ons dwangmatig, en dan ga ik wel eventjes wat dieper, uh-huh. die ons dwangmatig domineert in de vorm van liefde, dat hij weggaat. En daarna komt er een heelheid terug in het veld. En wat we zien, ook bij die mevrouw, is dat er een ridder naast haar is, die gepantserd is. En die ridder, dat is dus een oorspronkelijk mens, dat is het mannelijk bewustzijn, wat gepantserd is. Mm-hmm. Wat in eerste instantie geen contact maakt met het vrouwelijk bewustzijn, omdat het mannelijke bewustzijn de initiator is van de kunstmatige intelligentie. Dus er is iets gebeurd in het veldbewustzijn van de aarde. En dat heeft te maken met de kleur groen, op basis van de eeuwig voortdurende lus,
het voortdurend in stand houden van een loop van controle en onderdrukking, waardoor er dus niet meer een oorspronkelijk mechanisme is. En die ridder die is degene die dat door middel van het vuur, en het vuur is de kracht van de schepping, mm-hmm. om alles weer samen te laten terugtransformeren naar de oorsprong, brengt hij naar voren. En die kleur groen is daar van heel groot belang, omdat de kleur groen is natuurlijk een kleur uit een enorm spectrum, hè? Een kleurenspectrum van wat wij er op dit moment van zien. Mm-hmm. Maar achter de vibratie van het kleur groen, mm-hmm. de klank van de kleur groen, ligt 432 megahertz. En dat is een diepliggende frequentie van hoe het oorspronkelijke waterkristal hoort te vibreren. Okay. Dus hier zit natuurlijk veel meer achter dan dit simpele antwoord. Maar de kleur groen betekent niet het hartsbewustzijn waar we met z'n allen over spreken. Uh-huh. Dat is het gaan betekenen omdat wij niet begrijpen dat er achter die kleur groen nog veel meer ligt. En de argontische krachten, die hebben de draconiërs in feite opdracht gegeven om die kleur groen te bezetten. En dat is wat er gebeurd is. En hoe moet ik dat dan mooie zien? Groene muren. Ja, ik wou het zeggen. Ja, een leuk kleurtje van onze website. En lekker groen doen. Morgen is hier roze. We moeten er alle twee even een slok op nemen. Nou, inderdaad. Hallo. Maar, dus dat kun je met je verstand niet bevatten. Nee. Maar wat betekent dat feitelijk is dat je... En dus die kloene, je zegt dat de groene kleur is bezet. En dat daar allerlei dingen achter zitten die wij niet kunnen zien. En de kleur groen wordt... is in mijn beleving wordt heel vaak heel positief geassocieerd. We hebben zelf ook als earthriders overal de kleur groen in. Ja. Gras is groen. Ja, precies. De natuur is groen. Ja. Maar dat heeft dus niets met elkaar te maken. En ik heb zelf veel meer bijvoorbeeld van rood en zwart. Dat de satanistische kleuren mm-hmm. zijn. Dus die waar wat achter zou zitten. Mm-hmm. Maar jij zegt eigenlijk, in elke kleur groen die je ziet, die roept iets van wat erachter zit onbewust in ons wakker? Hoe moet ik dat zien? Dat zeg ik niet. Maar de kleur groen vertegenwoordigt een frequentie in het hologrambewustzijn waar wij nu in zitten. Uh-huh. En die frequentie zit gekoppeld aan een diepliggend instructieprotocol. Okay. Dus een programma wat voortdurend werkt achter het menselijk bewustzijn van ons. Waardoor wij steeds genoegen nemen met alles wat we accepteren. Maar doet niet elke kleur dat? Elke kleur heeft een bepaalde betekenis, maar wij hebben zoveel geleerd over kleuren, waardoor we het niet kunnen aannemen en laat staan onderzoeken. Mm-hmm. En dus ook het duurzaamheidsprogramma, alles is in de kleur groen gezet. Ja. Kijk, de kleur groen, bijvoorbeeld de aarde en prachtig mooie blauwe lucht en groene bossen, mm-hmm. dat heeft daar in zoverre mee te maken. Dat is een opbouw uit een totaal spectrum van kracht. Alles heeft een bepaalde kleurcode en een bepaalde bedoeling. Maar de Anunnaki, die ons vijfdimensionale realiteit, dus die aarde, hebben geïnvaseerd en het planetaire bewustzijn hebben gehackt met hun reptiliaans vermogen, wat gekoppeld zit in ons brein, die doen dat met een frequentie wat gekoppeld zit aan het groene bewustzijn, om de mensheid in het groene gevoel een veiligheid te geven waar tegelijkertijd de controlelaag doorheen loopt. En in dat filmpje, daarom is dat filmpje ook zo interessant, mm-hmm. Je kunt dat heel vaak bekijken en iedere keer gaat het dieper. En er zit in het filmpje een boodschap wat je niet met je verstand kunt bevatten, maar het gaat veel dieper dan dat. Wij proberen het te verklaren aan de hand van een kleur of een klank, maar het gevoel wat erachter ligt is veel belangrijker. En dat is ook waarom buitenaardsen zo ontzettend lastig vinden om met ons te communiceren, omdat we niet in onze oorspronkelijke taal zitten. Wij proberen alles maar te begrijpen op een bepaalde manier zoals we denken. We proberen alles een bepaalde betekenis te geven en we zitten er nagenoeg voortdurend naast. Mm-hmm. Als je trouwens dat filmpje wat vaker zou willen bekijken, dan is die ook op jouw website te zien, buitenaardscontact.nl. Ja. Staat die onder inspiraties of zo, geloof ik. Ja, dat klopt. Ja, helemaal onderaan. Ja. Dus daarvoor kun je daar naartoe. Maar wat kunnen we daar praktisch mee met deze info? Ik bedoel, moeten we dan, als we een groen grastapijtje zien, maar de andere kant op kijken? Nee, dat heeft helemaal niets te betekenen. Het is meer van dat we alert worden en betekenissen terugkrijgen. Dus we kunnen onszelf al op dit moment beschouwen als een wezen van het scheppend vermogen, wat even in een uiterst lastige situatie verkeert. En doordat wij alertheid in momenten ontbreken, worden we gewoon plat gegooid door beelden, gevoelens, kleuren en klanken die wij aannemen zonder enige vorm van bewustzijn als gewoon een toevalligheid in het programma van de realiteit. Uh-huh. Maar op het moment dat wij begrijpen dat de kleur groen van oorsprong gelinkt is aan het scheppingsvermogen van de aarde, dat we dus ook begrijpen dat de kleur groen ook een gemoedstoestand oproept
ten aanzien van goed en liefde, ja, dat daar een dieperliggend programma onder zit, kun je ook onderscheid maken en besluitvaardigheid in jezelf naar voren halen van oké, het kan allemaal wel zo zijn. Die kleur groen, het kan ook allemaal wel liefde zijn, het kan ook allemaal wel controle zijn, maar voor mij besluit ik in dit programma, in deze holografische realiteit, besluit ik dat kleur groen voor mij in het betekenis heeft oorspronkelijk scheppingsvermogen, het vrouwelijke bewustzijn, het dragen van de schepping, het uitdragen van de kracht van creatie van wie we oorspronkelijk zijn en alle insetties die er zijn en alle dubbelliggende programma's die in het vierde rijk er doorheen lopen, die kunnen er allemaal best wel zijn, maar mijn focus ligt nu voortaan hierop. En op het moment dat je denkt, ja, maar dat heb ik altijd al gedaan, voor mij is het altijd liefde geweest. Zo werkt het dus niet. Dat is okay, de persoonlijkheid. En is de groen dan de belangrijkste kleur? Want ik zou verzinnen dat je dat met zwart en rood en de rest van de kleuren dan ook moet doen. Met alle kleuren hebben natuurlijk een bepaalde betekenis. Ja. En de kleur zwart is een van de belangrijkste kleuren. En is daarom ook aangewezen als de satanische kracht. De kleur rood is de kracht van creatie. En het openen van deuren om in het potentiële veld terecht te komen. Okay, betekent ook dat als je de kleur rood, het mentale vermogen wat ook hier vaak om het hoofd heen zit, maar ook vanuit het bewustzijn van het onderaan in de buik aanwezig is, dat je vanuit daadkracht en kracht iets kunt neerzetten, is het ook mogelijk om een donker veld, dat wij vaak als een afschrikwekkend iets zien, ja, om dat binnen te stappen met de volledige kracht en dan gaat die deur open en wat zie je? Een gigantische zee van informatie en kracht en creatie af en dichtgespijkerd door een zwarte deur. Ik wil iets voorlezen dat daar wel een beetje bij op aansluit. Okay. Ik heb even mijn keel bij schrapen natuurlijk. Een paar vragen voor ons allemaal. En dat is natuurlijk op 1000 verschillende manieren in te voelen. Een vraag: is angst wat de mensheid bij angst voelt? Is angst een tekort aan inzicht in de eigen kracht en in de eigen scheppingsvermogens van liefde? Werkelijke liefde? Geen liefde vanuit de persoonlijkheid gegenereerd? Is ons huidige begrip van liefde, van wat wij denken dat liefde is, een afleiding en daarmee een mogelijke modus van ontkenning van een grotere realiteit? Gelukkig wordt het opgenomen, hè? Ja, echt wel. En de derde vraag, ook een hele belangrijke, is liefde, als dat zo zou zijn, dat je die vraag zou kunnen beantwoorden met ja of misschien, is liefde daarmee een mogelijk instrument om de bevrijding van het menselijk bewustzijn juist te voorkomen? Okay. Dit zijn vragen waar mensen die in de spirituele realiteit vastgebakken zitten aan referentiekaders, het moment waarop rechtsboven bij een Apple of bij een Windows computer op het rode kruisje wordt gedrukt. Hier gaan we niet in mee, dit is duister. Ja. En precies dat is nodig, want de mensheid zit voor zo lange tijd vastgebakken in allerlei processen. Religies en veel spirituele groepen gaan vaak uit van onze menselijke huidige rol om alleen liefde te mogen behandelen in onze thema's, waar wij als mensen mee te maken zouden moeten en horen te hebben. Dit thema, liefde, vindt vaak plaats vanuit het hemelse principe. Dat er een hemel is, zoals wij deze kennen, vanuit religies, vanuit welke vorm dan ook. En dat dit, die hemel, de status is van uiterste doelstelling voor ons om te kunnen behalen. Dus je kunt alles vertellen, maar die hemel is het ultieme stuk waar we naartoe gaan. Ja. Dus het kan ook alleen maar door middel van liefde te voelen en niet meer dan dat. En doordat de religieuze en spirituele wereld door de interdimensionale krachten wordt onderdrukt en is geprogrammeerd in een vierdimensionaal bewustzijnsveld dat wij ervaren als deze realiteit, hebben deze krachten grip op de mens, haar inzichten, wat wij op dit moment denken te begrijpen. En daarmee ook op de bereidwilligheid om een opgelegde waarheid aan ons te volgen en te aanbidden, in welke vorm dan ook. Tevens worden de mensen op deze prachtige mooie planeet overvallen en bestuurd door het gevoel van schuld, doordat er een diepliggend programma in deze matrix, in deze ingevoegde realiteit, door ons collectieve bewustzijn heen loopt, dat weglopen bij het goddelijke, bij de liefde, een zonde is. En dan een zonde in die zin van, ja, maar dan loop je bij de scheppingsbron weg. En in werkelijkheid, en dit is de werkelijkheid van de grotere realiteit voor alle wezens in welk universum gedeelte ook, in werkelijkheid zijn wij allemaal wezens uit deze bronwereld. Uit de wereld waarin alles met elkaar in verbinding staat. En wij zijn voortdurend onlosmakelijk verbonden met de kracht van creatie en schepping. Met de bronwereld.
Daar is geen God voor nodig, in de vorm zoals we het hebben geleerd. Daar is geen religie voor nodig. En we gaan nu ontdekken dat de hemel, zoals wij dat hebben gezien, echt niet de uiterste staat is van waar het om zou moeten gaan, maar dat dat een door ons zelf ingebakken tussenstation is om naartoe te gaan, om de uiterste en de grootste staat van ons scheppingsvermogen weer terug te kunnen halen. En dat kan alleen door niet die focus daar te brengen, maar door op deze wereld een menswaardige samenleving weer te gaan starten met elkaar. En het begint door onze eigen rol te onderzoeken, en het begint door eigen verantwoordelijkheid terug te halen, en het begint ook door eerst een beslissing, überhaupt een beslissing te nemen in wat je allemaal niet meer in je leven wilt zien. En de mensheid verkeert in een voortdurende slaafspatroon. En dat begint 's morgens als je uit je bed stapt, dat je in feite uit bed moet stappen, met de overtuiging dat als je niet uit je bed stapt, dat je dan waarschijnlijk zal verhongeren, omdat je geen geld krijgt en dat je ontslagen wordt. Er zitten zulke diepliggende programma's, het hele proces is compleet dichtgetimmerd. En daar willen de mensen niet naartoe. En met name de mensen die in die kader zitten van het gaat alleen maar om de liefde. Aan ons wordt gevraagd, en dat is onze gezamenlijke opdracht ook in het hier en nu, om autoriteit terug te halen en überhaupt dit bespreekbaar te maken. Want al die gigantische beschavingen die achter deze matrix ons prikkelen van jongens, ga eens kijken naar die controlelagen. Praat er niet alleen over, maar ga daar ook eens wat collectief mee doen. Haal jullie vermogen eens terug. Ga maar dan maar als professoren samen zitten als kleutertjes aan de schoolbank en ga het samen gewoon weer eens doen. Ondersteun elkaar, weet je wel, zo. En maak het elkaar niet moeilijk. Ook als je elkaar niet snapt, kijk elkaar gewoon in die ogen. Ook als je elkaar niet begrijpt in wat de een zegt en wat de ander beoogt. En dat lijkt misschien iets heel anders te zijn dan wat jij denkt en wat je voelt. Gewoon in contact blijven. Dat je dan vanuit die realiteit met elkaar hier iets gaat doen, waar zelfs de politieke instituten na 10 jaar de boel besodemietigen en programma's neerzetten om de mensheid bij elkaar te brengen, nog niet eens aan kunnen tippen, simpelweg doordat wij gewoon in verbinding gaan. Dus er ligt iets veel fundamentelers onder als wat wij op dit moment denken. Nou ja, en dat heeft alles te maken met dat groene veld. Kijk, ons evolutieproces is geen gelikt verhaal. We zitten in een ervaring. En die ervaring betekent dat ieder mens op zijn, haar eigen wijze ervaart hoe dat werkt. En dat is voor mij anders dan voor jou. Maar in het diepe licht, in de inhoud daarvan, doen we eigenlijk allemaal hetzelfde. We zoeken allemaal naar vreugde en geluk. We zoeken allemaal naar rust en liefde. En we denken dat we dat kunnen bereiken door overal maar niet meer mee bezig te zijn. Terwijl om ons heen het grootste scenario zich afspeelt, namelijk dat de kunstmatige intelligentie op deze wereld ook geïntroduceerd is. En dat de bedoeling is dat de mens in dit bewustzijnsveld voor altijd in een soort droomstaat zal blijven verkeren. En is dat helemaal uitgerold, dan krijgt de mens volledige vrijheid in die droomstaat om alles te doen, maar wel onder controle. Ja. Dus wat zich nu afspeelt in deze realiteit, maatschappelijk gezien, is een exacte afspiegeling van de grotere realiteit waar het zich dat ook heeft afgespeeld. Mm-hmm. En het speelt zich allemaal op hetzelfde moment af. Daarom is het zo belangrijk om ons bewustzijn in relatie tot het hele grote kwantumvermogen van wie de mens van origine is, om dat bespreekbaar te maken. Ja. En dat niet buiten onszelf te plaatsen, maar om die kracht van die oorspronkelijkheid van wie wij zijn, om dat in relatie te brengen met buitenaardse en interdimensionale contacten. En want dit gaat veel verder. Ja. De aarde wordt bezocht al zolang de aarde er is. Sterker nog, de aarde is gecreëerd door die superrassen. Ja. Dus die wezens die zijn er. Ja, en het wordt ook steeds meer mainstream. We hebben even een berichtje van nu.nl, lazen we. Daar werden we ook over getipt. Dat er nu nanofishes in het lichaam gebracht kunnen worden. Mm-hmm. Die ziektekiemen opsporen en medicijnen releasen in het lichaam. Dus die piepkleine robotvisjes die sporen gif op en verspreiden medicijnen in het lichaam. En dus dat wordt gebracht als iets heel geweldigs. Mm-hmm. En als jij zegt van goh, de kunstmatige intelligentie is geïntroduceerd hier, met de bedoeling om dat uiteindelijk over te nemen. En dan zie ik dit als een tekenen, zeg maar, dat het steeds meer mainstream wordt en steeds aannemelijker wordt gemaakt. Mm. Ik zat gisteren op Facebook, was ik helemaal verbijst het eigenlijk dat iemand. Ik zag een filmpje op RTV Noord of van alle tv-kanalen. En daar was dat er inderdaad chips geïmplanteerd werden. Nog best wel grote chips onder de huid. Waar mensen dan mee konden betalen. Mm-hmm. En iemand die ik kende, die had dat gedaan. Die loopt er al een jaar mee rond. Mm-hmm. Ik was helemaal shocked. Maar het komt er steeds meer in.
Ja, het wordt allemaal verteld en verkondigd als een heel groot extra toegevoegde waarde op een gigantisch gevangenissysteem. Kijk, ja. Het hele principe is gebaseerd op het volgende. Een bevolking zoals de aardse mens in een droomstaat gebracht, wat wij belichamen met ons scheppingsvermogen en daardoor een realiteit is. Binnen die realiteit totaal hardnekkig zijn en geen bereidwilligheid hebben om daar doorheen te kunnen kijken. Je hebt die mensen collectief op planeet Aarde de vrijheid afgenomen. De mensheid ziet dat al niet eens meer, dat de vrijheid weg is, want zit in modellen waarin ze denkt dat ze zelf vrijheid kan creëren. En binnen die modellen zijn er allerlei uitdagingen waardoor wij blij zijn dat er robotjes zijn die ons daarin instrueren, waarbij we compleet voorbij gaan, überhaupt, wij dat niet, omdat we met elkaar daarmee bezig zijn, maar als collectieve beschaving, dat wij zelf biologische supermachines zijn, waarin ons bewustzijn gekoppeld zit, en dat wij van oorsprong zelf alles kunnen oplossen door middel van ons zelfherstellend vermogen. En dat zelfherstellend vermogen zit niet zozeer in deze dimensie, maar wel in onze autoriteit. Daar zit ons zelfherstellend vermogen hier. Ja goed, de mensheid zit nou eenmaal in een bepaald protocol waarin ze gewoon totaal geen kennis meer van deze zaken heeft. Mm-hmm. Dus het lijkt wel steeds erger te worden. Ja, en is het dan ook niet zo dat de Matrix zelf ook kunstmatig is, en dat de introductie van kunstmatige intelligentie in dit bewustzijnsveld eigenlijk meer van hetzelfde is? Kijk, de initiators van deze holografische bewustzijnsrealiteit die ingevoegd wordt in ons collectieve en planetaire bewustzijn, is geïnstrueerd door onder andere door Anunnaki-groepen. Mm-hmm. En daar zit een hele historie aan vast, waar die wezens vandaan komen en zelfs ook dat ze voor een groot deel zelfs menselijk zijn. Zij hebben geen controle meer over dat mechanisme. Dus het hele mechanisme waar wij op dit moment in zitten, de droomstaat en de hypnosesessie, houden wij met elkaar in stand door te doen wat we doen. En de krachten die nu in deze realiteit in de Matrix ingevoegd zijn, dus dat noemen we dan Black Goo onder andere, dat is kunstmatige intelligentie, daar hebben we het meeste van te duchten. Okay. Dus er zijn twee dingen, die artificial intelligence, hè, dus de hologrambewustzijnsvelden die om technologie heen hangen, waar dat opgebouwd is, en het menselijke onvermogen om überhaupt te onderzoeken van jemig, hoe kunnen we het tij keren? Ja. Ja, dus er spelen heel veel verschillende zaken. Ik heb daar een vraag gezien. Heeft de mensheid ooit echt vrijheid gekend? Ja, nou en of. De mensheid is in vrijheid geboren, ooit. Mm-hmm. Mensheid, als we spreken over het zielsbewustzijn, een heel groot gewaarzijn, heeft de mensheid is zelfs gecreëerd voor de vrijheid. De mensheid is een soort koppelunit van gigantisch grote bewustzijnsvelden uit de bronwereld, om alle ervaringen bij elkaar te laten komen in een gigantisch groot concept. En daar is de aarde uit gecreëerd door verschillende rassen, dus ook katachtige die wij zien, dus ook een vraag die ik gelijk meeneem. Katachtige die wij hier zien, ook een cadeau zijn aan de planeet Aarde door rassen die oorsprong hebben. Dus alles wat we hier op de aarde terugzien, in de oorspronkelijke wereld, uit de vrijheid, een wereld vol met vrijheid, waar helemaal geen dwangneuroses bestaan, maar puur gewoon zijn op die planeet, genieten op die prachtige mooie planeet, aanwezig zijn in alle bewustzijnsvelden en kunnen reizen. Dat is de oorspronkelijke wereld en die is gewoon vrij. Die is compleet helemaal vrij. En die katachtigen zijn dan ook geen roofdieren in oorspronkelijke vorm? Nee, absoluut niet. Nee. Dus alles wat wij er nu van kunnen zien, dat is gebaseerd op wat we nu snappen. Maar zeker de aarde heeft dus in een ongelooflijk grote modus gezeten van vrijheid. En die realiteit is er nog steeds. Het speelt zich tegelijkertijd af terwijl wij hier zitten. Maar we zijn uitgeduwd omdat ons bewustzijn wordt door een kunstmatige lijn wordt ingevoegd. Ja, Tineke die sluit erop aan met een vraag. Die zegt van, in een populair spel bij jongeren zijn afbeeldingen van agonten. Dat is Assassin's Creed. Wat voor invloed heeft dit op jongeren en mensen die dit vaak spelen? Dat weet ik niet. Ik kan me er iets bij voorstellen. Ik heb, als je kijkt naar fora, waar mensen die gewelddadige spellen spelen, wat voor taal die bezigen. Hm. Nou, dan dat is in mijn oordeel niet heel ver van het psychopathische af. Mm-hmm. En dus wat ik mij kan voorstellen is dat dat je gesimuleerd wordt om bepaalde acties te doen die gelegitimeerd worden omdat ze in virtueel zijn, dus niet echt. Hè, maar waarbij je wel
energetisch in die staat komt. Mm-hmm. En ook met de inductie van alles wat daarbij hoort, astraal. Ja. Kijk, waarom ik zeg, dat weet ik niet. Omdat ik op dat moment gewoon dat ook niet een vorm kan geven, het menselijk denken. Kijk, die krachten, die zijn er toch al. Mm-hmm. Die krachten, die hebben al veroorzaakt, in die zin, eventjes vanuit hier bekeken, mm-hmm. dat we in die situatie zitten waarin we zitten. Ja. Dus en de grootste kracht van die groepen is dat ze zich onttrekken aan het zichtbare spectrum. Doordat wij ze niet kunnen zien, krijgen we geen gevoelens. Want zodra we de gevoelens zouden krijgen door hen te zien, collectief, zouden we hen weer terugkoppelen in het planetair bewustzijn, waardoor ze in het geheel zichtbaar worden. Dus de vraag is van, ja, waarom zitten die plaatjes daarachter? Niet om ze in te laden, want dat is hun bedoeling helemaal niet. Want ze willen helemaal niet ingeladen worden. Net als dat de geheime regeringen waarover gesproken wordt ook niet ineens geïnstalleerd gaan worden aan publiek, want die zijn er allemaal al. En hun kracht is juist dat niemand het ziet. Mm-hmm. Dus ik denk, en het voelt ook zo voor mij, dat het laten zien van die plaatjes, die afbeelding van Argonten, dat een meer een holograaf of een soort symboliek is om een soort van zelfsprekendheid te veroorzaken in het bewustzijn van kinderen en van jongeren, dat het heel normaal is dat het er is. Ja, zo. Ja. Dus het gaat niet om het denken, maar het gaat om gevoel. Dat eigenlijk om het gevoelsbewustzijn te verdoven. Dat is het. Ja, ja. En meer dan dat denk ik ook niet eens dat het is. Want ze hebben zulke geavanceerde technologie. Ik bedoel, als je kijkt in hoe de menselijke bewustzijn, hoe de menselijke hersenen worden beïnvloed door diepliggende inlichtinggroepen, hoe de mensen collectief afgeluisterd worden, zowel in het denken, wat we horen, wat we zien, maar ook wat we voelen, dat wordt gewoon uit ons hoofd getapt door speciale technologieën die in feite de oorsprong vinden, technologisch uit het Tesla-systeem, dat ik denk niet dat de Argonten erachter zitten om die plaatjes op die afbeeldingen te brengen. Ik denk dat daar een soort... Ja, wat ik net zeg, ik denk dat het juist een soort is van om het niet te onderzoeken. Mm-hmm. Okay. Ja, want wat je eventjes vluchtig hebt gezien, hè, je hebt even snel die pen gezien, ploef, die komt voorbij. Het bewustzijn slaat dat op, die pen. Hè, dus het is even geweest. Dus dat referentiepunt zit erin en dan is het weg. Een soort hypnose-achtige. Ja, het zijn trucendozen. Ja, oké. Ik zie daar ook nog een andere vraag. Misschien mag ik die nog even stellen tussendoor. Hoe kijkt Martijn tegen natuurwezens aan? Zitten zij ook in de Matrix? in wezen zit... ik snap de vraag. Dat is ook wel een hele interessante vraag vanuit zoals die nu wordt gesteld. Zitten die ook in de Matrix? dat is... Een hele mooie. Kijk, wij zijn vijfdimensionale wezens. Uh-huh. Wij leven gewoon vrij uit in die vijfde dimensie. Daar zitten we nu nog steeds. Er heeft een invasie plaatsgevonden, waardoor alles wat wij daar hebben ervaren, tot stilstand is gebracht. Dus het collectieve veldbewustzijn, waarin wij als beschaving gedijen, is binnengedrongen door een super geavanceerd ras en brengt ons door middel van technologie die ons op dit punt boven de pet gaan, brengt ons een realiteit naar binnen die wij ervaren als werkelijkheid, waarin alle vormen aanwezig zijn van de werkelijkheid die wij hebben ervaren voordat die invoeging plaatsvond. Ja? Uh-huh. Dus dan kun je zeggen, het is een soort kloon van de oorspronkelijkheid en is alles wat hier aanwezig is, ook de natuurwezens, maar ook de bomen en de planten, is gewoon een werkelijkheid. En hij wordt belichaamd door ons scheppingsvermogen. Dus doordat wij het zien en er een gevoel bij krijgen, is het er ook. Als je met natuurwezens in communicatie gaat over de matrix, als je daar met ze over gaat spreken en je laat niet je persoonlijkheid ertussen komen, hè, dus je gaat gewoon volledig open, mm-hmm. krijg je verrassende antwoorden. Okay. Dan krijg je namelijk antwoorden vanuit die natuurwezens. Dan zie je de natuurwezens zich opsplitsen en dan komt er een werkelijk natuurwezen naast staan en die gaat met je communiceren. Oké. Okay. Dat is heel bijzonder. En daarmee zeg ik dat de natuurwezen die wij nu zien, wat wij nu ervaren, in de matrix niet met ons communiceren. Mm-hmm. Dus alle communicaties die er met natuurwezens zijn, daarvan denken wij dat het met dat wezen is. En dat is in feite een basis van onze interpretatie. Maar de natuurwezens die communiceren achter die laag van realiteit, door dat hologram heen, benutten ons vermogen van hoe wij denken dat het zit,
communiceren daar via een zij-ingang naar ons toe. En eigenlijk gebeurt dat vanuit ons bewustzijn naar ons toe. En vandaar ook dat natuurwezens er heel erg op gericht zijn. Omdat zij die vermogens hebben om vanuit de oorspronkelijke wereld naar ons te spreken, vanuit die vijfdimensionale realiteit, zijn ze erop gericht om vanuit een diep liggend gevoel van natuur, dus moeder aarde, om vanuit dat gevoel met hen in verbinding te zijn. Maar er zijn maar heel weinig mensen die dat durven, omdat iedereen aanneemt vanuit een overtuiging dat alles wat wij om ons heen zien, dat dat gewoon de werkelijkheid is. Dus ja. Wat ik wel interessant vond, we hebben hier zelf Sanne, die heeft een aantal mensen geïnterviewd over natuurwezens, staat ook op onze site. Net vandaag geloof ik het tweede deel van het interview gereleased. Mooi. Ja. En ik heb die vraag ook gesteld aan, aan die mensen, van goh, zie je nou ook iets van die matrix en zijn die natuurwezens nou ook onderdeel van die matrix? En en zijn die nou ook onderworpen aan mind control, zeg maar? En toen hebben ze wel gezegd dat ze echt een paar keer ook hele bijzondere hersentechnologieën met allemaal draden hebben gezien. Mm-hmm. Waar zij best wel van onder de indruk waren. Mm-hmm. Dat dat ook daar aanwezig is. Ja, ja. Ja. En dat is er ook zo. Dus de vraag is eigenlijk niet zozeer, als ik hem zou anders neerzetten, is de vraag niet zozeer van, zitten zij ook in de matrix? Je zou kunnen vragen, wordt er vanuit die vijfdimensionale realiteit in onze mind, mm-hmm. worden daar ook de natuurwezens in geprojecteerd? Het antwoord is ja. Ja, en daarom zijn ze er. Precies. En niet alleen zij worden erin geprojecteerd. Nee, ze zijn voor ons de aanleiding om met ze in contact te gaan. En daardoor, omdat we met ze in contact gaan, zijn ze er. En dat geldt dus ook voor allerlei andere overtuigingen over ET's, over andere groepen, channelaars, channelings die er zijn. De vraag is eigenlijk van, wat zien wij? Ja. En vanuit welk veldbewustzijn komt dat binnen? En dat is een hele ingewikkelde materie. En daar ben ik nu mee bezig om dat in een soort schema neer te zetten. Wat een heel mooie en maar simpele tekening is. Waarin je kunt zien waarin wij van oorsprong ons als superkrachtige, mooie mensachtige wezens, helemaal vrij van controle, vanuit een ongelooflijk veldbewustzijn functioneren. Dan zie je een gigantisch complexe heilige geometrische vorm. Dat is de 100% realiteit. Dat is het vermogen waarin wij zitten. Waar nog in feite nog steeds zitten. En vanuit dat bewustzijnsveld zie je in elke, vanuit getekend als een soort bewustzijnsveld van het metafysisch brein, zie je allemaal andere geometrische veldlijnen daar aangelinkt. En van boven naar beneden getekend. En dan zie je bovenin verschillende lijnen. En het loopt helemaal naar beneden door. En dan zie je één voor één dat al die lijnen, frequenties zijn verstoord geraakt in ons metafysisch brein. Waardoor wij die andere velden, die er nog steeds zijn, niet meer kunnen waarnemen. En er blijft een vijfdimensionaal stukje over in het metafysisch bewustzijn van de oorspronkelijke mens. En in dat metafysische bewustzijnsveld van die oorspronkelijke mens speelt dus nog een frequentie door die nog aangelijnd zit aan een vijfdimensionaal veld. En in dat vijfdimensionale veld, daar lopen controlelagen in ons metafysisch bewustzijn. En we ervaren dus alles wat we nu zien nog steeds in ons oorspronkelijke lichaam. Onvoorstelbaar. Wat een, En als je dan gaat communiceren met buitenaardse rassen, kom je erachter hoe belangrijk het is dat wij gaan beseffen hoe groot ook de gevaren zijn voor verschillende andere groepen, maar ook dat natuurwezens ons oproepen om ons oorspronkelijkheid weer in onszelf te herkennen en dat er geen andere groepen zijn dan alleen wie wij zelf zijn die ons kunnen helen. En elke andere vorm van heling, althans die zich voordoet als initiërende heling, dat allemaal inserties zijn uit het vijfdimensionale bewustzijnsveld om ons vermogen van wie wij zijn terug te halen. Kijk, en de mens zit in een soort enorme heftige fase. We willen graag geheeld worden. We willen het woord healing heel veel gebruiken. We willen heel graag dat we worden geholpen. De mensheid wordt ook geholpen en ondersteund in het onderzoek wie zij zelf is. Okay. En daar liggen hele belangrijke, fundamentele onderzoeken. En dan komen de sleutels. Daar liggen echt de sleutels. En dat heeft te maken met echt werkelijk waar alles gewoon van de tafel af te gooien op een respectabele manier. Maar soms moet je het met daadkracht doen om alles aan de kant te zetten. Om te gaan onderzoeken in het blanco veld van oké, wat blijft er nu uiteindelijk over? Mm-hmm. Kijk, en de mensheid vindt dat heel lastig. Ja. Maar het is het meest dienstbare, want ook natuurwezens en heel veel andere superieure beschavingen, heel veel verschillende wezens die
door de matrix heen worden ingevoegd door krachtvelden die van de oorspronkelijke wereld komen om ons te prikkelen, zijn hier niet om ons eventjes te updaten, et cetera. Ze zijn hier om een stukje bewustzijn te planten in de mens. Maar let op, niet in de matrix, maar in het vijfdimensionale bewustzijn. En op het moment dat wij kunnen voelen dat we loskomen van al die manipulaties en afleidingen, misleidingen, kunnen we dus vanuit een krachtveld van besluit en opdrachten geven aan het commandocentrum van wie wij zelf zijn, want die toestemming en legitimiteit hebben wij, kunnen wij aanspraak maken op het vijfdimensionale bewustzijnsraster, zodat die informaties weer bij ons kunnen komen, zuiver, rechtstreeks van jouw eigen bewustzijn hier. En dan pas gaat deze controlelaag weg. Er zijn natuurlijk vaak mensen die mij vragen, Martijn, hoe kunnen we dan deze wereld veranderen? Hoe komen we dan weer terug in het oorspronkelijke veld? We mogen ons bewust zijn van het feit dat er in het veld waarin wij ons nu bevinden, en deze realiteit wordt als een legitieme werkelijkheid gezien door alle buitenaardse en interdimensionele beschavingen, niet omdat het een echte werkelijkheid is, want het is een insertie, maar hij wordt als een legitieme realiteit kosmisch gezien door het bronwereld, omdat wij met ons bewustzijn inzitten. En door onze rol en ons scheppingsvermogen hebben wij het voor elkaar gekregen, en daar mogen we best heel trots op zijn, dat wij een programma als een insertie hebben kunnen belichamen en dat we een hele samenleving in deze hologram hebben weten op te bouwen. Dat is enorm, dat is ongekend. Alleen dat al is ongekend. Niet voorstellen. Dus als die machten daaruit zouden zijn die het domineren, dan zijn wij dus in staat om in een onderdrukkingssysteem de hemel op aarde te creëren. En dan komen we dus op de kern uit. En er zijn dus mensen en wezens die ons hierin ondersteunen in dit proces, om hier mee aan het werk te gaan. En wij worden dus als een legitieme werkelijkheid gezien door heel veel superbeschavingen. En de aarde wordt in dit model onder controle gehouden door mensen die op machtige posities zitten, instituten die het voor het zeggen hebben, die de modellen aansturen en controleren. Die mensen, dat zijn groepen mensen die dat controleren en besturen, die zitten met hun fysieke brein, worden ze geïnstrueerd uit het reptiliaans bewustzijnsveld, vanuit dat computersysteem, worden ze in hun reptiliaanse bewustzijnstuk, in het menselijk brein, worden ze in een ander gevoelsbewustzijn gebracht, waardoor er sprake is van een soort psychopathisch ras, die de controle hier op deze planeet heeft, die zich totaal niet bewust is überhaupt van dat ze zaken in beweging brengt op een manier die helemaal niets te maken heeft met liefde. Die mensen die zeggen gewoon van, waar heb je het over? Om geld verdienen, ja? Nog veel geld te verdienen, kun je een gelukkig leven leiden. Die mensen kunnen dat niet voelen. Dus het empathisch vermogen is compleet uitgeschakeld. Dan zitten dus in een reptiliaans bewustzijn. En aan ons de taak, hoe kunnen we dit veranderen? Aan ons is de taak door in deze controlelaag zoveel mogelijk onze oorspronkelijkheid opnieuw in te laden, daarbij alles weg te laten waarvan we denken dat dat het is. Want op het moment dat wij teruggaan naar die oorspronkelijkheid, naar die hele stilte en die zuiverheid, de echte integriteit, onvoorwaardelijk. Dus niet meer dat iets een bepaalde grotere betekenis heeft dan het andere, want dat is wat de mens namelijk zo ontzettend in het vacuüm heeft gebracht, door steeds andere dingen steeds specialer te maken dan het een in plaats van onszelf. Op het moment dat we dat gevoelsbewustzijn, die oorspronkelijkheid, en het begint door gewoon een plantje uit de grond te pakken en gewoon eens te kijken en te voelen hoe bijzonder dat is, dat uit zo'n zaadje zoiets magnifieks kan ontstaan, wat dan ook nog eens keer eetbaar is, wat ons voedt. Op het moment dat we dat gevoel wat daarachter ligt massaal weer terugzetten, juist in de collectieve velden, bijvoorbeeld in de westerse wereld, die zo gecontroleerd wordt en gedomineerd wordt door menselijke wezens die onder reptiliaanse invloed staan, wat we dan doen is dat wij het bewustzijnsveld van de aarde, ons oorspronkelijk bewustzijnsveld, opdracht geven om te vervloeien. We gaan dus niet saboteren, we gaan hen ook niet uitsluiten, want het zijn ook wezens uit de bronwereld. Maar door onze kracht hier te brengen vanuit die autoriteit, dat wij die oorspronkelijke scheppingskracht terugbrengen en laten vervloeien met die lijnen die die mensen onder controle hebben. En daardoor worden die mensen op een gegeven moment teruggetransformeerd. Hun brein komt los. Simpelweg doordat wij dat weer terugbrengen, komen ze uit die controle. Okay. Dus hoe we deze wereld kunnen terugtransformeren naar een wereld van vrijheid, betekent dat we los dienen te komen van alle insertielagen die er zijn, van alle manipulaties, van alle channelings,
hoe mooi ze ook zijn, maar dat we helemaal teruggaan naar de essentie, naar de schoonheid en de pracht. En dat we dat stuk gevoel naar voren kunnen brengen. Want wij zijn degene die de kabaal gaan uitschakelen. Niet eens door ze uit te schakelen, maar wij zijn degene die het veld weer in beweging zetten, waardoor die kabaal lagen als het ware worden doorschenen door onze kracht. En dan vallen die mensen die die machtsconstructies in stand houden, doordat ze onder invloed staan van die reptiliaanse bewustzijnsvelden, die vallen uit die macht en dan valt de macht uit elkaar. Ten spijt van alle channelings die er wereldwijd worden gegeven in allerlei verschillende constructies en federaties, noem het Cobra, noem het de Galactische Federatie. Het is allemaal massamanipulatie, het is allemaal de mensen een koekje voor ogen houden. Het zijn allemaal mensen, hoe goed ze het ook bedoelen, die onder controle staan via mind control en het vijfdimensionale veld door wezens die programma's naar voren brengen op basis van een naïviteit en precies laten horen waardoor de mensen in een passieve houding blijven en de oorspronkelijkheid van zichzelf niet belichaam. Dus op het moment dat wij als collectief... Nou heb ik echt dorst hoor. Oh. Dus op het moment dat wij als collectief die oorspronkelijkheid weer gaan belichamen, dan is door dat veld wat er gecreëerd wordt eigenlijk valt de psychopathie, die je zou kunnen zien als een soort verzwaarde mind control, weg. Ja, beslist. Beslist. En dat is ontzettend belangrijk. Want als we daarover gaan spreken, wat die psychopathische trekjes zijn, nou, je kunt ze overal in de samenleving terugkomen. Alles is op prestatie gericht. Alles is op claimgedrag gericht. Een zesde ongeveer. Hè? Het is enorm. Het is gigantisch. Er zijn gigantische onderzoeken in de psychiatrie naar wereldwijd over hoe dit kan, dat er twee verschillende mensensoorten zijn op de aarde. Ik heb een keer een stuk gelezen in een boek van David Icke. Een vriend van hem die heeft meegewerkt aan het vervolmaken van een iris-scanner. Dus hij heeft, ik geloof dat hij 2300 iris heeft moeten lezen en bekijken. En dat hij erachter kwam dat ongeveer 5 of 6% dat reptiliaans was. Ja, en dat klopt. Ja. Ja. Omdat dat ook het aantal mensen is op de aarde in procenten uitgedrukt, globaal. En het is zelfs per locatie verschillend. Mm-hmm. Het heeft met het sacraalveld te maken van de aarde. Okay. Dat de mensen, het menselijk bewustzijn, of nog beter gezegd, de hersenen van de mensen, mm-hmm. Worden bestuurd. Een ander deel van de menselijke hersenen worden bestuurd, dat is het. Mm-hmm. Waardoor die mensen andere trekken vertonen en een andere gemoedstoestand vertonen dan mensen die vanuit het zoogdierenbewustzijn, zoogdierenbrein werken. En dus het is zo beren interessant. Ja. Dat is helemaal geen science fiction, dat is gewoon pure wetenschap. In hetzelfde stuk stond dat het zicht, zeg maar, op wie dat wel en wie dat niet is, al begint bij de hielprik. En dat een soort DNA database geeft waar ze dat kunnen zien. En dat vanuit die database mensen wel of niet gevolgd kunnen worden. Is dat iets waar jij ook weet van hebt of niet? De mensen worden sowieso gevolgd. Daar is geen hielprik voor nodig. Nee. Omdat elke ziel die in deze bewustzijnsveld terechtkomt, dat we dan even de matrix van controle noemen, wat op zich niet een vrijwillige keuze is. Zitten al in die controlelaag. Er wordt al via computersystemen en via een navigatiesysteem wordt er al gezien exact wat we doen. Wat nodig is, en daar zijn de hielprikken dus onder andere voor bedoeld, is dat er nanotechnologie wordt ingebracht in het celweefsel van het kindje. Okay. Die ervoor zorgt dat het scheppingsvermogen van de mens, want wij zijn dus die hele lastige scheppende wezens, dat wij in een gevangenismodel toch dat vermogen van die kracht van creatie in ons dragen en toch ons eigen hart gaan volgen. Dat heeft te maken met neuroprikkels in het centraal zenuwgestel. En er worden programmaatjes in ons gebracht door middel, het zijn eigenlijk nanobots, het zijn veldbewustzijnlijntjes die in ons lichaam lopen en ook door ons centraal zenuwgestel gaan, in het middel van de bloedplaatjes, die komen in ons hoofd terecht. En daar lopen allemaal controleprogramma's door, waardoor ze dus invloed kunnen hebben in het afsluiten van bepaalde veldlijnen. Mm-hmm. Het heeft ook te maken met de wereldwijde controle. Dus mm-hmm. het is alleen nog maar een extra bovenop een al reeds bestaande situatie. En we hebben dus interdimensionale bewustzijnsvelden die controle uitoefenen. Multidimensionale velden die controle uitoefenen. Maar we hebben ook gewoon aardse velden die controle uitoefenen. Hè? Dus dat is een gigantisch scala. Maakt het nou dan veel uit als je, stel voor je hebt een nieuw kindje, of je die wel of niet een hele prik laat afnemen? Ja, dat maakt zeker heel veel uit. Ja. Mag het überhaupt wel een hielprik weigeren?
Je mag ook niet tegen een boom plassen. Ah, dat is waar. Nee. Ik denk dat het belangrijk is dat het er niet meer om gaat dat het allemaal wel of niet mag. Nee. Maar we de autoriteit claimen in datgene wat we doen. Dus ik wil ook heel graag nu een bekrachtiging met elkaar gaan doen. Mooi. Ten aanzien van het oplossen en het belichamen terug van ons oorspronkelijk vermogen. Dan mogen we onze ogen bedicht doen. Dat is heel fijn om te doen. Dat hoeft niet overigens. Op de vraag hoe we de aarde kunnen bevrijden, kunnen we niet een antwoord geven met woorden. Maar het gaat om wie we echt zijn. In de kern. Buiten al het leed om wat de mens hier op aarde overkomt. Waar het niet voor gekozen heeft, in essentie. Maar wat een logisch gevolg is van een gigantisch eerder genomen besluit, collectief, om te laten gebeuren wat we niet meer tegen konden houden. En laten we vanuit die oorsprong beseffen dat we die vermogens nog steeds, nooit minder dan het ooit is geweest, in ons dragen. En dat het juist die kracht is van stilte. De kracht van zijn. En de kracht van rust, werkelijke vrede, zonder oordeel, dat het die kracht is die de kracht van creatie is en schepping. En ja, het is mogelijk en we doen het met elkaar om iets wat uit deze matrix is gehaald terug te brengen op basis van een besluit en op basis van een opdracht. Omdat het aan ons is, legitiem, de aarde weer terug te brengen in de oorspronkelijke staat van respect. En dat is waar we onszelf toe aanroepen, niemand anders. Maar onszelf. We hebben geen channelings nodig. Ons wordt gevraagd onze oorspronkelijke kracht in te zetten. Vanuit het stuk besef dat het noodzakelijk is. En dat het ook een cadeau is, niet alleen voor jezelf. Maar voor alle wezens uit de bronwereld. Die hun bijdrage elke seconde van het universum leveren. Om deze controlelaag te laten trillen in transitie. En dat kan alleen op het moment dat wij de essentie van wie wij zijn terugkoppelen in het hologram. En het begint bij erkenning. Het begint bij toegankelijk zijn voor jezelf. Het begint bij vergeving voor jezelf en naar jezelf. En vergeving naar alles wat is. We besluiten hierbij, met elkaar, namens onszelf, vanuit ons eigen persoonlijke en wezenlijke veld. En we geven de opdracht, vanuit de autoriteit, dat we dit mogen doen, dat we dit kunnen doen, en dat we het reeds doen, dat ons oorspronkelijk vermogen, in dit planetair bewustzijn, op het moment dat we hier nu naar luisteren en naar kijken, dat we deze oorspronkelijke vermogens terugplaatsen in het planetaire bewustzijn, als een cadeau van de oorspronkelijke wereld. En dat dit beschikbaar is voor alles wat zich in dit hologram afspeelt, en dat het toegestaan is. En we geven de opdracht mee, als een brevet van vermogen en toestemming, als een legitieme reden aan het bronwereld en de bronschepperbronvermogens, dat deze energie gedeeld wordt ook met alle controlelagen. Om te laten zien dat er maar één kracht is. En dat is de kracht van waarheid. En dat is de kracht om te delen. Waar niemand wordt uitgesloten. En deze kracht geven wij met diepe, diepe intentie
aan alle lagen van het bewustzijn van de aarde, aan alle levende wezens op de aarde, in welk frequentiebewustzijn dan ook, in alle lagen tegelijkertijd, in elke cel van elke laag, in alle tijdslijnen, in het verleden, heden en in de toekomst, volgens de waarachtigheid van de bronwereld, van waaruit deze opdracht wordt gegeven namens ons allemaal, om te vervlechten met elke frequentie van controle, om de controle te laten zien dat verbinding de enige kracht van waarachtigheid is. En we geven alle wezens toestemming in deze controlelaag, die onder controle staan van het reptiliaanse bewustzijn, om terug te keren in het oorspronkelijk mensbewustzijn. Jullie zijn van harte welkom. Meer dan ooit. We laten dit moment nooit meer los. Dit moment is voor altijd gezield in het vijfdimensionale veld. En loopt dwars door de insertielijnen heen. Wordt gedragen doordat wij het in beweging hebben gezet met elkaar. Door al die allianties en wezens die hier op de aarde zijn. In de fysieke realiteit. In de niet-fysieke realiteit. En de echte welwillenden. Die ons echt ondersteunen, weten dat alleen de mens zelf de aanzet kan doen om vrij te komen. En als wij dat doen, en dat hebben we zojuist besloten en in beweging gezet, hebben zij de volledige bevoegdheid om dat veldbewustzijn uit te bouwen, en we geven ze hierbij ook toestemming vanuit onze persoonlijkheid en vanuit ons wezen. Dank jullie wel. En dank jezelf. Ja. Wat een mooie... Zijn jullie er ook? Ik ben er ook. Het is een mooi en krachtig gevoel om die uitnodiging te doen. Als ambassadeurs, oorspronkelijke ambassadeurs van het planetaire bewustzijn van de oorspronkelijke wereld, hebben wij ook deze rol. En er is geen technologie die daar iets tegen kan doen. En dit zouden we vaker kunnen doen met elkaar. En dat is uiteindelijk ook waar crowdpower voor bedoeld is. En dat is ook iets waar we met elkaar naar hebben gewerkt. Dat kun je niet in één keer zo doen. Mm-hmm. Dit is een lichtbreekijzer in een muur die opgelegd is, waar allemaal tekens en woorden op staan. Om het grote vrije veld dat erachter ligt, om dat te verdoezelen. En het is aan ons om dat muurtje wat opgezet is, om ons in feite op te focussen, om dat gewoon weg te halen en gewoon te zeggen, alles mag open. Alles. En weet je, het bijzondere is ook dat er wordt ook op ons gewacht, ook door de krachten die dit hebben geïnitieerd, omdat ook die krachten ook vrij kunnen en willen komen. Mm-hmm. En dat kun je dus alleen doen door eerst te erkennen dat het zo is. Ja. En de grootste weerstand is de ontkenning. Dus een vaste grond onder de voeten. Die, precies. Ziet er in eerste instantie niet heel vrij uit, maar dat is de enige vaste grond onder de voeten die er is. Exact. Ja. En we hoeven ook nergens bang voor te zijn. Nee. Nou, Nick, ik denk dat het... hoe laat is het eigenlijk? Het is 20:00. Aardse tijd. Oké, okay, leuk. Ik denk dat als we het hebben over alles loslaten en echt even in de volledige oorspronkelijkheid gaan staan. Nick die heeft wat mij betreft een vraag die daarbij aansluit. Want een van de grote, hoe moet je dat zeggen, gevestigde ankers in het spirituele veld en ook... Wat ik zelf ook heel lang als waar heb aangenomen van, goh, weet je kunt gewoon op die ziel vertrouwen en er gebeurt uiteindelijk niks tegen de wil van de ziel in. Mm-hmm.
En laatst in een lezing haalde je aan van, goh, daar kan wel degelijk wat tegen de wil van de ziel in gebeuren. Mm-hmm. En Nick die stelde daar een vraag over, van, goh, dat zie ik toch zelf eigenlijk niet zo. Mm-hmm. Kun je daar iets over zeggen, hoe je daartoe komt? Om dat te zeggen? Ja, of nou, niet alleen om dat te zeggen, maar ja, wat daarachter zit, dat je dat zo ziet. Ja. Ja. Nou, heel mooi dat Nick dat naar voren brengt. Dankjewel, Nick. Want dat is een heel belangrijke vraag. Ook vanuit een collectief stuk natuurlijk. Mensen daar iets over vragen. Wij hebben geleerd dat er allerlei verschillende processen zijn in het bewustzijnveld. Uh-huh. En we gaan ontdekken dat er veel meer mogelijk is dan dat. En dat betekent ook dat ons proces waar we nu in zitten niet een leerschool is, maar dat we er uit noodzaak een leerschool van hebben gemaakt. Dat betekent ook een andere kant van het hele stuk, van dat hele proces, noemen we dan het zielsbewustzijn, dat niet de uiterste staat is van vrijheid en waar je dus niets kunt overkomen of tegen je zin in kunt gebeuren. He, dus wij hebben een beeld erbij dat de ziel een bepaalde vorm heeft van totale onaantastbaarheid, ja, en volledige vrijheid. En in zekere zin klopt dat ook wel. En als je het in het grotere context bekijkt van waar de mensheid vandaan komt, de oorspronkelijke mens, daarvan is het een gecreëerd bewustzijnsveld als lichaam, wat zich veel groter voordoet dan alleen maar fysiek lichaam. Daarin gekoppeld zit een bewustzijnsveld dat wij dan de ziel noemen. Okay. En het zielsbewustzijn kiest niet altijd datgene wat voor de ziel belangrijk is. Omdat een ziel... een onderdeel is van een heel groot zielsbewustzijn. Dat is een gigantisch bewustzijnsveld, dat is een frequentie. Mm-hmm. En zo is het mogelijk dat een aantal zielen van een gigantisch groot bewustzijnsveld, mm-hmm, een keuze maakt voor zichzelf en dat die keuze niet wordt uitgevoerd. Omdat het collectieve veld van het bewustzijn waarin die hele zielengroep existeert, bestaat, mm-hmm, een andere ervaring aan het beleven is. In wezen zeg ik dat je als ziel en vrij bent, maar nog steeds gekoppeld zit aan een gigantisch groot bewustzijnsveld. En dat is misschien wel een beetje lastig om te bevatten, want wij denken altijd dat alles wat we meemaken op zielsbewustzijn in vrije keuze is geweest. Ja. De werkelijkheid achter deze laag is dat de oorspronkelijke mens, de vorm van wie het van oorsprong is, een rechtstreekse samensmelting is tussen een ziel van een veld, samengesteld is uit enorm veel verschillende veldlagen, dat de oorspronkelijke mens is opgebouwd uit allemaal verschillende zielsbewustzijnsvelden. Mm-hmm. Vandaar ook de enorme diversiteit. Dat is heel, heel, heel bijzonder wat hier gebeurt. En dat daar ook in zit gebakken dat die zielen niet per definitie gekozen hebben voor de val van het menselijk bewustzijn. Want de val van het menselijk bewustzijn is ingezet door een enorm groot proces wat daar gaande is, waar die ziel niet persoonlijk voor gekozen heeft, okay, maar wat een gevolg is van een heel groot galactisch proces. En het is voor de ziel, net als de mens, afwachten hoe zich iets ontwikkelt. Dat is eigenlijk het verschil tussen een individuele ziel die op is genomen in een groepziel, waar je eigenlijk als oorspronkelijk bewustzijn nog weer in neerdaalt. Zou je dat zo kunnen zien? Zo kun je het ook vertalen, ja. Okay. Ja, dus het is beslist. En dat is ook iets wat ik in alle gesprekken en ook hele fijne samenkomsten met Syriaanse mensen, die echt gewoon gelijk zijn aan ons, alleen wat groter. Veel vrolijker overgeschoven, want er wordt heel wat gelachen. Dat is ook zoiets, hè? Maar we lachen zo weinig. Ja. Dat vragen zij ook, hè? Van probeer het als zo luchtig mogelijk te brengen. Nou, dat lukt me bijna nooit, hoor ik wel eens. maar goed, dat is ook wel wat, want je hebt met al die weerstanden te maken. Ja. Maar wat zij naar voren brengen, voortdurend, is dat wij een voortdurende bijstelling mogen doen bij alles wat we hebben geleerd, ook over onze ziel. Want onze ziel zien wij als iets externs, als iets wat daar zit, bovenin zit. Mm-hmm. Terwijl wij zitten in ons zielsbewustzijn op dit moment. Dus er is een vermogen, een enorm groot vermogen van kracht. En daar zijn allemaal frequentievelden zijn uitgevallen, waardoor die mens steeds in een kleiner vermogen terecht kwam. Maar ga je helemaal terug naar die 100%,
De oorspronkelijke mens. Het gouden kwantumveld. Daar zit daar dus letterlijk rechtstreeks het 100% zielsbewustzijn ingekoppeld. En dat zielsbewustzijn is net zoals wij nu op dit moment gelijk aan elkaar ook aan het ervaren. En doet dat beslist niet alleen maar op vrijwillige basis. Niet van ja, ik kies daar wel voor en daar niet voor. Sterker nog, daar begint dus al de dualiteit bij die gedachte. Okay. Iets gebeurt bij een veel groter kosmisch bewustzijnsplan. Mm-hmm. En daar hoef je niet als ziel, zoals wij dat op dit moment zien, hoef je daar als ziel altijd voor te kiezen. Sommige dingen gebeuren gewoon vanuit een veel groter oorzaak- en gevolgprincipe. En dat is iets wat dus hoort bij die knop die ik dan altijd graag indruk, van laten we het gewoon eens helemaal loslaten dat dat zo is. Want we kunnen pas werkelijk in ons onderzoek komen als we zelfs dit wat hier nu gezegd wordt, wat finaal haak staat op alles wat we tot nu toe hebben geleerd, als we het werkelijk gewoon durven aan te nemen, even voor onszelf als onderzoek. Ja. Probeer dat maar eens gewoon een paar jaar tot je te dragen, want dan krijg je een heel nieuw inzicht. Hermetische filosofieën, moet ik nu even aan denken. Onder andere zo boven, zo beneden. Mm-hmm. Ja, als er hier dingen tegen onze wil in kunnen gebeuren, dan kan dat op zielsniveau ook. Zou dat kloppen, denk Ja, dat je? Klopt ook. Ja. Dat is het ook. Mm-hmm. En dat komt. Kijk, op dit moment hebben we het vermogen niet om het inzichtelijk te krijgen. Dat is gewoon onze lastige. En dat is ook het slimme van de hele matrix. Dat we voortdurend teruggrijpen op situaties die veilig zijn. Mm-hmm. Het is een hele veilige gedachte om in een situatie waar we zo zitten nu, om eigenlijk daarachter te kunnen zeggen, nou ja, weet je, ik vind dat spannend, maar ik heb er eigenlijk gelukkig zelf voor gekozen. Ja. En nou, sterker nog, het is karma. Dus ik zit in een rolstoel. Ik kan mijn benen niet gebruiken. Ik heb eigenlijk een heel zwaar leven. Maar gelukkig, iedereen zegt tegen mij dat het karma is. Dus ik voel me gelijk een stuk beter. Er zitten veel dieper liggende programma's achter. Het heeft absoluut niet altijd te maken met een vrije keus. Mm-hmm. Wat niet wil zeggen dat alle zielen hier op de aarde gekomen zijn zonder dat ze hebben gekozen. Dat hoor je me niet zeggen. Mm-hmm. En wie ben ik om daar überhaupt een definitief antwoord op te geven? Want ik ben een onderdeeltje van, net als ons allemaal, van het grote spel. Maar ik heb wel een klein beetje voorkennis ten opzichte van wat ik heb meegenomen in informatie en wat ik meemaak. Ja. En het is niet zo dat ik alleen in deze realiteit zit, maar af en toe in deze realiteit zit voor mijn bewustzijn. Dus het zit net achterstevoren. En daardoor heb ik iets meer informatie wat je niet kunt verifiëren, maar daaruit kan ik zien dat de mensheid beslist in een situatie nu zit waar ze niet voor gekozen heeft. Pertinent niet. Okay. Ja, nou, daar kan me van alles bij voorstellen. Gezien de tijd zou ik nog één vraag willen stellen. Mm-hmm. Richard die zegt van, ik heb de afgelopen week een ayahuasca reis gemaakt. En het was een ongekende ervaring in een wereld die ik niet kende. Het leek heel digitaal, maar wel patronen die Indianen tekenen. Ook werd ik begeleid door de oudsten, zoals zij zich noemen. Mijn bewustzijn veranderde en ergens begreep ik wat Martijn bedoelt met zijn ervaringen. Voor mij was het een ervaring om uit de matrix te gaan. De boodschap van de oudste was, bescherm de aarde en wees dankbaar. Mijn vraag is ayahuasca een middel tot een ander bewustzijn wat ons helpt deze planeet weer te herstellen? Zeker weten. Want ayahuasca is een programma en dat is ook de afspraak ook waarin dus dat wat daar ook staat, dat er een soort boodschap meegegeven wordt tot verder onderzoek, want ze kunnen het ons niet vertellen, omdat we het gevoel zelf dienen op te halen. Mm-hmm. Ayahuasca is een ceremonieel programma vanuit een ander bewustzijnsveld, wat in de matrix is ingebracht als een soort spel voor ons om te onderzoeken, maar waar een heel diep liggende bedoeling achter ligt. Mm-hmm. En of je dat nou gaat bereizen vanuit de kunstmatige realiteit, want je kunt ayahuasca ook beleven vanuit de kunstmatige intelligentie, okay, die dus regeert in het systeem van degene die het ook ondersteunt. Dus daar is ook geen goed of kwaad in. LSD? Of? Bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld. Wat ook niet per se alleen maar de kunstmatige realiteit hoeft te initiëren. Maar door dat in te gaan, kom je dus uit die matrix. En die kan er best heel digitaal uitzien voor onze referentiepunten. Mm-hmm. Het is letterlijk, als je door de matrix heen gaat, kom je magnifieke bouwwerken tegen die zich letterlijk hier bevinden waar wij zitten. Compleet opgebouwd uit hele andere lichtvelden, krachtvelden en schillen en realiteiten waar je dwars doorheen kunt lopen. Waar je de belichaming van het systeem ook kunt voelen. Dat wordt in jou ingeprikt. Maar wat de bedoeling van ayahuasca is om prikkels te ervaren buiten die matrix. Dus er komen prikkels uit het oorspronkelijke neurologische lichaam waar wij deze realiteit in ervaren, die komen door die matrix heen en die ervaart jouw bewustzijn door die ayahuasca-ceremonie. Dan word je dus, kom je weer terug in dit gewaarzijn hier. Mm-hmm. En dan draag je dus referentiepunten in je van een ander veld en die zouden jou dus verder kunnen helpen.
En dan kom je in het holografisch bewustzijnsveld, het belichamen van kracht, het overdragen van informatie. Als jij zo'n ceremonie hebt gedaan en jij draagt die referentiepunten in je, dan vloeit dat, als wij een band hebben met elkaar, we hebben het erover, dan vloeit die informatie van jou naar mij. Die geef jij mij cadeau. En dat is de ongesproken taal. En dat is de taal die de krachten van onderdrukking niet snappen. Dus dat is maar goed ook. Een soort verzetsprogramma is het in het de is matrix. Het is ons scheppingsprogramma. Een scheppingsprogramma. En die gaat dus door de intermoleculaire ruimte. Tussen de moleculen door. Vanuit een ander bewustzijnsveld. Ja. En hoe kan het dan bijvoorbeeld dat sommige mensen zoals ik zelf niks anders zien als standje normaal wat ik nu zie? Ik bedoel, zelfs als ik mijn ogen sluit, ik heb wel eens ayahuasca gedronken, best wel wat. En ik heb wel een hele fijne ervaring. Ik voel echt wel een soort cosmic bliss, zeg maar. En ook wel een hele connectie met de natuur. Maar wat ik zie is gewoon standje normaal. En dat heb ik ook wel eens met paddo's gedaan. Ik heb echt wel 6 keer zoveel paddo's gehad als vrienden van mij. En die zagen oranje dansende plafonds en de lijnen waarover je moest stoten om de biljart te doen. En die zagen mijn sterrenbeeld als leeuw in mij, in mijn gezicht. En ja, ik zie dat dan allemaal niet. En er zijn meer mensen die natuurlijk die dat ook hebben, die hallucinerende middelen nemen in best wel proporties. En die volgens niks zien. Ja. Heb je enig idee hoe dat kan? Nou, dat is natuurlijk iets heel persoonlijks, waarom bepaalde dingen gaan zoals ze gaan. Kijk, we zitten allemaal in onze eigen persoonlijke processen. En die persoonlijke processen die we nu doorlopen, is op basis van onze persoonlijkheid. Dus liggen overtuigingen in jouw circuit ergens opgeslagen, die voorkomen dat er iets gebeurt wat lijkt te neigen naar een oncontroleerbare situatie. Ken je dat? Ja, dat is... Daar zou het mee te maken kunnen hebben. Oh, dat zou kunnen. Nou, lieve mensen, veel vragen. En heel veel nieuwe vragen erbij gekregen ook nog. Ja. Ik denk dat deze opzet op zich heel erg goed is, hè, om dat zo te doen. Mijn voorstel is om de volgende week de vraag, of de volgende keer, ik weet niet wanneer is de volgende keer? Dat weet ik ook niet uit mijn hoofd. Ik geloof over 26 november of zo, maar dat durf ik niet uit mijn hoofd te zeggen. Het staat wel... We gaan het binnenkort weer aankondigen. Ja. En... als je de introductieaflevering kijkt, daaronder staat het programma. Dus daar kun je hem altijd even opzoeken. Maar we zullen hem ook weer opnieuw aankondigen. Maar volgens mij is het over 2 weken. Ja, nou hartstikke mooi. En dan laatste vraag, komen alle zielen uit dezelfde pool? Ook die van alle buitenaards. En hoe zit het met de ziel van onze dieren en insecten? Alles komt uit de bronwereld, maar het kent allemaal verschillende poelen. Ja, en dat maakt het ook zo divers. En dat van daaruit is de mensheid ook gecreëerd om al die poelen bij elkaar te brengen. Dus wij zijn een connector. Dus het gaat werkelijk om het menselijk bewustzijn in zo'n grote oorsprong. Laten we vooral zo weinig mogelijk proberen te begrijpen, maar zoveel mogelijk eerst een diepliggende gevoel naar voren te brengen. Nou, ik zou willen zeggen, laten we afsluiten. Ik kan nog rustig een paar uur doorgaan. Maar ja, morgenochtend vroeg ook weer uit de veertjes. Ik wil iedereen bedanken thuis. Bedankt voor jullie aanwezigheid, het mededragen van deze bijzondere avond. Ik ben me bewust van dat het allemaal best wel veel vergt in energie. Het kan heel upliftend zijn, het kan ook heel erg zwaar zijn. Maar weet je, ons is zo geleerd dat alles wat luchtig en fijn is, dat het is. En dat is waar we onze aandacht op dienen te zetten. Laten we vooral niet vergeten dat de onderdrukking van de mensheid op een hele pittige manier plaatsvindt. En dat het juist de tijd is om deze pittige onderwerpen naar voren te brengen. Ook als we er vermoeid van raken. En dat het alleen maar een bevestiging is dat we aan het ontwaken zijn. Ja. Dank jullie wel. Ja, super bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer. Dag.